Op verschillende scholen is vandaag het Holipagwa-feest ingeluid met de kinderen. Dit traditionele Hindu-feest symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. De viering van dit feest gaat meestal gepaard met het strooien van kleurstof en poeder. Op de Sri Ganesh school heerste er een hele gezellige sfeer. Leerkracht Gangaram Pandey zegt dat het programma een multicultureel karakter had. Op die manier leren de kinderen ook met andere culturen omgaan. Ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen als we kijken naar het sfeer. De kinderen hebben genoten, blijven genieten. Het is een feest. Het is een feest waarbij wij allemaal een eenheid moeten vormen. We moeten gewoon een familie zijn. Ongeacht ras, geloof, cultuur, noem maar op. Het is gewoon eenheid. En als u zelf kijkt, is er geen onderscheid van ras. We zijn één familie. Ook de peuterschool De Papegaaitjes heeft het Pagwa-feest gevierd. Directrice Sherida Doorstam geeft aan dat haar school het feest elk jaar viert. Net een cook-out, is al afgelopen. Dus nu gaan we nog op een markt, komen naar mijn markt. Dan geven ze ons ook wat te drinken en te eten daar. Zoals elk jaar. Wat betekent Pagwa voor u? Internationaal, algemeen, multifunctioneel. We zijn een multifunctionele school en we doen met alles mee. Dus ook Pagwa hoort erbij. Wordt het elk jaar gevierd? Elk jaar. Oké, en hebben die kinderen het naar hun zin? Jawel, natuurlijk. Dat was dus Sherida Doorstam van De Papegaaitjes. De pupillen van haar school hebben vandaag de Pagwa-viering ingeluid. Het Holipagwa-feest zal morgen groots worden gevierd en ik ben er ook bij.